Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 29 februari 2016. Als Jan Roos van Geen Stijl Oekraïne-referendum wordt vermoord door terroristen uit Oekraïne, is dat zijn eigen schuld. Hij wil vermoord worden. Zo denken criminelen. Nederland staat momenteel bekend als paradijs voor criminelen. Dat staat ook op de website van Geen Stijl. Alleen Geen Stijl doet iets wat ik niet doe. Geen Stijl is lid van de Elite Moordenaarsclub. En die criminelen weten dat ik dat niet ben. Oekraïne weet dat ik geen lid ben van de Nederlandse Elite Moordenaarsclub en dat ik een vorm van eerlijkheid wil binnen het internationaal strafhof. Ze weten ook dat ik geen lievertje ben in Nederland. Dat ik de EU wil opschonen. Het verschil dus tussen Jan Roos en mij is dat ik juridisch correct werk op een grote stramien. En dat komt er dan op neer dat criminelen mij wel uitproberen, maar dat ze geen kans krijgen. Criminelen hebben ook geen reden om mij te willen bedreigen of willen aanvallen omdat ze mij levend nodig hebben. Ik doe iets wat zij niet kunnen en dat is namelijk de rechtsstaat herstellen. Dat klinkt vreemd. Maar in Oekraïne zijn er erg veel mensen die op agressieve wijze de rechtsstaat willen herstellen. Dat kan niet en dat moet je ze uitleggen. Ga je naar de website van Geen Stijl, dan zie je daar alleen maar een hoop kinderachtig geblèr en stennismakerij. Plus dat ze dus partij kiezen voor de elite moordenaars in Nederland door te zwijgen over de gang van zaken binnen het internationaal strafhof en de gevolgen daarvan voor Oekraïne, de MH17. Mijn probleem met het hele gedoe van Geen Stijl is dat als die Jan Roos wordt aangevallen, er waarschijnlijk ook onschuldige Nederlanders worden bedreigd en aangevallen. Dus, of die Roos nou wel of niet overleeft, interesseert me niet, maar het feit dat de individuele burger in Nederland zijn of haar lichaam niet meer kan verdedigen, doordat de reguliere media altijd liegt, interesseert me wel. Dag.